De snelle elektrificatie in Nederland vraagt veel van het elektriciteitsnet, zeker op bepaalde plekken. Met deze pilot willen we onderzoeken of de elektrische auto een onderdeel van de oplossing kan zijn en kan bijdragen om de energietoevoer stabiel te houden. In Nederland is dit BMW Rotterdam project een van de weinige geavanceerde V2X pilots. V2X staat voor Vehicle to Everything, ofwel verbinding tussen het voertuig en andere systemen of andere voertuigen. Meer specifiek gaat het bij deze pilot om Vehicle to Grid, de Engelse term voor stroomnet. Dit wordt ook wel bidirectioneel laden genoemd, want de auto onttrekt niet alleen stroom uit het net om zijn batterij op te laden, hij kan het ook weer terugleveren aan het net. Bijvoorbeeld om bij te dragen aan de energievraag en dat is wat hier gebeurt op Kleinpolderplein. Hier op het Kleinpolderplein, de belangrijkste wagenparklocatie van de gemeente Rotterdam, bestaat de grid niet alleen uit de auto en het stroomnet. De elektrische infrastructuur bevat diverse aanvullende onderdelen. Ten eerste de twee BMW i3 deelauto's die door het personeel van de gemeente Rotterdam gebruikt kunnen worden. Daarnaast is hier een elektrische buffer geplaatst, een grote batterij van de firma Alfen, bestaande uit 10 BMW i3 batterijen, waar flink wat stroom in opgeslagen kan worden. Die buffer maakt het mogelijk dat we de elektrische vuilnisauto's van de gemeente Rotterdam hier snel kunnen opladen. Al deze onderdelen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en staan met elkaar in verbinding. We onderzoeken bijvoorbeeld of je met slimme optimalisatie stroompieken kunt opvangen en of je ermee kunt voorkomen dat je de aansluiting moet verzwaren of bijvoorbeeld andere laadstations moet plaatsen. Beide zijn zeer kostbaar en soms liggen er niet eens de juiste kabels voor in de grond. En als je lokaal opgewekte energie zelf effectiever kunt gebruiken, dan kan dat de CO2-footprint verder verlagen.